Als eigenaar van een sport- of beweeginterventie streef je een doel na. Mensen in beweging krijgen, actief meedoen in de maatschappij of gezonder leven. Door jouw interventie te laten erkennen, wordt je doel duidelijk en je programma sterk en zichtbaar. Het levert eigenlijk drie primaire dingen op. Allereerst is het een verbetertraject voor de interventie-eigenaren zelf. Door het doorlopen van het proces zie je echt dat ze een verbeterslag maken in de interventie. Het tweede is dat er meer zichtbaarheid is, want je komt in een database van erkende interventies. Dus als gemeentes een interventie zoeken, zien ze de interventie die ook erkend is. Dus er is meer zichtbaarheid. En het derde is ook dat de interventie-eigenaren het zelf ook kunnen gebruiken in hun gesprekken bij stakeholders om aan te geven, nou, wij zijn wel erkend. Het is geen moetje, maar het zou mooi zijn als je die stap wel neemt. Want je kan er zelf wat van leren en de interventie krijgt natuurlijk bekendheid. Maar betekent ook dat die, nou ja, door de omgeving gezien wordt als een goed beschreven of goed onderbouwde interventie. Als je jouw interventie wilt laten erkennen, maak je eerst een account aan op de interventiedatabase Gezond en Actief Leven en vraag je een erkenningstraject aan. Daarna neemt Kenniscentrum Sport en Bewegen contact met je op om alles door te spreken. De aanvragen worden beoordeeld door experts uit het vakgebied. Allereerst het doorlopen van het proces om zo'n formulier in te vullen om een erkenning aan te vragen. Nou, dan moet je toch wel een aantal stevige vragen beantwoorden en goed nadenken over de doelen van je interventie, over de achterliggende theorieën, over hoe zit de interventie in elkaar, past dat bij de doelen, wat is de doelgroep. En wat wij dan doen is onafhankelijk van elkaar al die verschillende punten bij langslopen. Dus wat zijn nou precies de doelen, zijn ze concreet omschreven, goh, past de interventie er eigenlijk wel bij, klopt het model wat ze bedacht hebben en de aanpak bij de doelen die ze willen bereiken. Ondanks de goede begeleiding die je krijgt, wordt je interventie niet altijd gelijk erkend. De commissie geeft je dan advies, zodat je de aanvraag kunt verbeteren. Je ziet dat er heel veel liefde in de interventie zit. Wat de interventie-eigenaren lastig vinden daarentegen, is het stellen van hele strakke doelen. Wat wil ik nou met mijn interventie bereiken? En doelen die dan ook nog eens passen bij de inhoud van de interventie. En ook nog eens passen bij de theoretische onderbouwing die ze dan aangeven. Maar wij zijn er om te helpen. De adviezen zijn er ook op gericht om de interventie-eigenaar te helpen. En eigenlijk komen we er in, nou, zeg maar 90% van de gevallen wel samen uit. Wil je jouw interventie laten erkennen? Ga dan naar de website sport- en beweeginterventies.nl en volg de aanwijzingen.